je denkt vast, wat is zij nou aan het doen? Nou, ik ben aan het macrameën. Voor de jonge kijkers die niet weten wat dat is niet zo gek. Het is een handwerktechniek uit de 70's waarbij je touwtjes knoopt. En daar kun je hele leuke dingen mee doen. Bijvoorbeeld een wandkleed maken, een tas maken. Maar ook bijvoorbeeld een plantenhanger. Zo eentje als je hier ziet. En die ga ik vandaag maken. En groen in je interieur is natuurlijk hotter dan hot. En wat is nou leuker om dat op zo'n originele manier te doen? Ja, in de 70's wisten ze wel wat hip was. En eenvoudig. Neem een paar stukken touw en je kunt al macrameën. Als je de touwtjes dan op maat hebt geknipt, neem je een sleutelring. Daar rijg je ze doorheen. Doe je het in het midden, want kijk, daar kan je hem straks aan ophangen. Je maakt een knoopje daaronder. Zo. En dan hang je hem zo op. En dan kan je pas echt gaan beginnen met macrameën. Wil je zelf ook een hanging basket maken? Open dan nu je RTL XL-app. Nou, wat je dus eigenlijk doet, is je pakt steeds twee touwtjes die naast elkaar liggen, daar leg je telkens een knoopje in. Kijk, en nu heb je dus zes strengetjes. En die gaan we met elkaar verbinden. Want je neemt namelijk één touwtje van één strengetje. En je maakt weer een nieuw koppeltje met het volgende strengetje. En daar leg je weer een knoopje in. Zo. Kijk. En dit is dus de basis van het macrameën. Ik ga helemaal rond en dan krijg je zo'n netje. De winkels hangen vol met hanging baskets, maar die zijn wel prijzig. Dus ontdek je innerlijke hippie en ga lekker zelf aan de slag. Nou, is toch leuk? Misschien wil je wel iets anders ophangen, bijvoorbeeld een paar planten tegelijk of leuke lichtjes. Wat je dan kan doen is een plateau ophangen. Bijvoorbeeld een stenen plateau, zoals ik zo meteen ga doen, of een houten plank. En dat doe je op dezelfde manier als waarop we die plantenhangers gemaakt hebben. Je hebt hier een streng met allemaal touwtjes. En je hebt eigenlijk maar twee knopen nodig. Eén aan de bovenkant en één aan de onderkant. En daar hang je die plank in. En je kunt ze ook nog op allerlei leuke manieren versieren. Met balletjes bijvoorbeeld. Die kralen kun je perfect laten matchen met je interieur. Of juist gebruiken voor een totaal ander effect. Zo krijgt je huis met minimale inspanning een hele andere uitstraling. Nou, volgens mij is dit ook een hele originele manier om je huis extra sfeervol te maken met de feestdagen.